Deze nieuwsuitzending is heel heugelijk en ontzettend nieuws. Ik heb mijn eerste werkdag erop zitten. Het is me wat. Even om de draad op te pakken bij het begin. Uh, het was ergens begin april, dus inmiddels ja, drie maanden geleden ongeveer. Ik weet niet meer precies de datum. Dat is jammer. Ik weet dat het een zondag was. En ik zei tegen mezelf... Dit is het laatste biertje dat je drinkt. En dit is de laatste wiet die je rookt. Ja, zo'n soort droevige afscheid. Net als Jezus met het laatste avondmaal of zo. <laughs> nee, ik vond het genoeg geweest. Met suipen en blauwen. En aan de ene kant... Is dat... Uh... Ja, ik, ik mis het niet. En het was wel een leuke tijd. By the way. En het was tijd voor wat anders. Alles gaat een dag vervelen. En uh, kijk, zoveel drinken en zoveel blowen als ik deed. Nou, je, je moet een hele goede verkoper zijn om mij te verkopen of het volk te verkopen dat dat gezond is voor je lichaam, punt 1. En punt 2, uh, dat dat toekomst biedt of uitzicht biedt of zo op een, ja zeg het maar, leven zo. Dat ik kan niet. Ik word elke dag dronken, man. Dronken. Ja, ja, dronken. Ja, zeg maar dronken. Bro, ik kon echt niet auto rijden. Is, uh, nee, absoluut niet. Zelfs morgens vroeg als ik wakker werd... Uh, ...ja, dat je, dat je ontzettend uh, weer moe en zo. Beetje uitslapen tot twaalf uur en dan naar de supermarkt. Uh, een Gulpen een Gladiator dronk ik. Was toen bij de Albert Heijn 99 eurocent voor een halve liter. Dat is, ja, dan heb je money for value of zo. Hey, value for money dat. Als het gaat om alcohol. Je hoeft, niet doen voor, je hoeft het niet te doen voor de smaak. Ofzo. Als je echt lekker bier wilt drinken, dan blijf ik bij biertjes zoals Duvel. Is erg lekker. En andere kloosterbiertjes zijn ook wel tof. En uh, je hebt hier zelfs Gulpen... Uh, hoe heet dat spul van Gulpen die, die, die hebben ook wel uh, Gulpen Huppeltje Pup. Gulpen Dordt of zo. Dat is wel lekker. Oh, je hebt heel veel smaakjes bieren. En ik ben nooit zo'n smaakfanaat geweest qua drank. Punt. Dus whisky, ja, de enige whisky die ik. Ja, ik vond whisky lekkerder naarmate die goedkoper was. En dan kon je er vaker eentje kopen. Ja, erg uh, barbaristisch, hè, hoe ik zo, eigenlijk. Maar wil je dan uh, net zoiets doen als ik? Dan, uh, je leven eigenlijk. Uh, Maatschappelijk gesproken totaal op scherp zetten. Nou, uh, nah, in principe. <laughs> ja, goed. Het, uh, het, het heet uh, Rock Bottom. Ja. Nou, ik was er aan toe. En ben jij er ook aan toe? Dan zou ik zeggen: gulpen het dorst, dat hou je het langste vol. Uh, je hebt het, ja, kijk, het is niet goed voor je inkomen. Dit is funest voor je inkomen. Dus je moet goed kijken naar je bankrekening. en even gaan rekenen hoeveel dagen je dit volhoudt. En wat ik deed, die hobby's zou ik maar zeggen. dat kwam toch neer op een bedrag. Want ik deed, ook, ik deed ook nog kroegbezoek erbij. En dat gaat aantikken, jongen. Want ik tankte dan op een dag. Zeg maar, 6 euro alcohol. uit de supermarkt is zes halve liters gulp een gladiator. Hè? Dat is stevig hoor. Nou, een wiet. Ja. 4 euro per dag of zo. een tientje. Nou, tabak. 2,50 per dag. Dus 12,50. Nou, en dan nog. Geen niet iedere dag naar de kroeg. Maar zeg maar per dag een halve keer naar de kroeg. Hè? Eens in de twee dagen naar de kroeg. En naar de kroeg gaan, ja, dat was dan toch. Drie consumpties. Dat is €7.50. Nou, dat gedeelte 2, zeg 4 euro. Ja. Heb je 16,50 per dag? Ja, en dat keer 30 dagen. Ja. Nou, 3 keer 16 is 48, volgens mij. Dus 30 keer 16 is €480 euro per maand. Ja, dan gaan we aan staan. Nee, dan gaat het hard omlaag met uh, meneer uh, Banksaldo. Maar goed, wil je dat ook? Een uh, gulpende gladiator blijft dan de beste keuze hoor. Dus per was het toch het goedkoopste suiker. Uh, dat, dat is dus 1 euro voor een halve liter, dus 2 euro voor een liter. En ja. En dat is 10% alcohol. En wijn is 14%. Dus dan moet je even gaan rekenen, maar nee, dan kom je toch niet op tegen groepen en gladiatoren. Het smaakt ook nergens naar, maar goed, het is even vervelend bij de, de eerste paar slokken. En als je dan smorgen begint, dan heb je toch nog een, uh, ja, heb je een mond uh, die smaakt naar schoensol van de avond ervoor. Dus dan is alles dus lekker. Nou, groepen en gladiatoren dan ook. En als je er een halve liter van in je kades hebt zitten. Nou, de volgende glulp en gladiator. die gulp je gewoon weg, hoor. Dan heb je echt geen smaakgevoel meer? Het is even het edele leven van de zuidplatt. <laughs> dus als je er zin in hebt, jongen. Zo. So. En het is aan te bevelen om. Uh, net als ik. dat je moet er wat te doen hebben. en je kan dus geen auto rijden, dat snap je wel. Dus je kan niet op bezoek bij tante Jo. Dan vind je dat misschien niet erg, maar eh, ook andere dingen worden moeilijker. want Je, je wordt er moe van, jongen. Je hebt echt helemaal geen energie meer. En dan heb je daar de oplossing en dat is meneer internet. Nou, dan moet je wel handig kunnen zoeken op Google en zo. Ik kan dat wel. En dan is het filmpjes uh, uitzoeken. Of je moet gratis kunnen meeliften met iemand. Of zelf een Netflix-account hebben. En dan heb je al die bagger. Ja. En je hebt ook gratis uh, varianten van Netflix. Met ook allemaal bagger. En die zitten helemaal vol met reclame. En dan moet je iedere keer zo overeind komen om die reclame weg te klikken. Ja, dan word je ook weer uh, e Maar misschien, want ik lag dan zo achterover. Hè? En als jij zo'n muis hebt, met een bluetooth muis of zo. En dan kan je dan een, een, een petje maken, die hou je op je schoot. En dan kan je maar achterover hangen. En als dan de reclame begint, dan moet je met je muis een beetje roggelen. dan doe je klik, klik. En dan klik je er overheen. En hè? dan hoef je niet overheen te komen. En ik heb dat niet... Ja, ah, Netflix, dat is uh, ja, echt een absolute lulkoek. Wat je daar te zien hebt, dat slaat helemaal nergens op. Maar ja, je bent toch half besopen en uh, ook nog net de Dus Ja, dat is alles aangenaam. Als het met tijdverdrijven is. En waar ik mee bezig was, dat was het verwerken van frustratie. Meer niet. En afgelopen april, toen vond ik het genoeg geweest. Toen zei ik, nou, het is nu wel duidelijk. Jij bent heel gefrustreerd. Ja, ik ben heel gefrustreerd. zo'n eigen zelfgesprek dus. Hè? En ik zei dus tegen mezelf, uh, moet je even goed luisteren zelf. Ja, uh, zei mezelf tegen mezelf, het is er aan de hand zelf. Ik zei, nou, uh, zelf. Dus ik zei tegen mezelf, <laughs> ik zei, morgenochtend ga je geen, uh, ga je geen middelen meer gebruiken. Dat is afgelopen. En mijn woning was een pauwnaap, jongen. Oh. Echt verschrikkelijk. Zo, dat net toch. Sorry, ik moet een boertje laten. Ik ben dus, uh, ik drink nog steeds, maar nu geen alcohol meer en ik zit aan de thee, maar en zou je zeggen, thee, Er zit er helemaal geen, geen borrel in. Maar... Borreltjes water of zo, maar heb je hem toch af en toe een boertje? Een theeboertje. Heb ik mijn woning opgeruimd? Ik ben er weken, dagen mee bezig geweest. Echt elke dag een paar uren. Zo. En hoe meer je schoonmaakt, hoe meer andere dingen duidelijk worden. En gaan roepen: van, Ik wil ook schoongemaakt worden. Dus dingen die voorheen helemaal niet opvielen, omdat het één grote puinhoop was. En plots denk je: Oh, dat is ook vies. En dat zie je dan in één, omdat je de rest hebt uh, laten blinken. Mijn naam was een beetje de reno. Het laatste was de badkamer. Maar oh, die is ook schoon. Ik ben heel blij met mijn huisje. Oh ja, en, uh, de box beneden. Ja, maar voor mijn troep en, uh, in negen jaar tijd. Uh, ja, van alles. Hè. Je kent dat vast wel dat je zoiets hebt van: ah, zet maar in de box. Uh, van die dingen die je er niet meer nodig hebt. Ja, zet maar in de box. En mijn dochter heeft er ook het een en ander in gezet, moet ik zeggen. Niet alle rassen was voor mij. Maar een hele hoop dingen, jongen. Oh, die gaan gewoon weg. Die heb ik. Meer dan twintig vuilnisbakzakken uit die box aan de weg gezet, hè? Meer dan twintig, misschien wel dertig. En de laatste loodjes, dat heb ik, daar heb ik Wim voor moeten bellen. Wim Kruidertuin. Dat hij met de bus langs kwam. En dat hebben we dan naar de officiële vuilstort gebracht hier in Arnhem. Dat was een leuke middag. Aardige mensen die daar werken. En dan hebben ze verschillende locaties. Er nou, is één grote locatie, maar dan verschillende containers en dingen. Voor, de ene voor dit en de andere voor dat en de andere voor zussen. En ik had ook iets met... Ik heb bijna alles verkocht via Marktplaats, hoor. Pardon maar, en waar ik vanaf moest, hè? Bijna alles. En ik had één, wat heb ik nou nog over? Eén dingetje, maar dat was ook iets met elektronica. Nou, daar hebben ze dan een aparte container voor. Voor dat soort dingen. Dus. En ook iets met steen, wat ik nog over had. En dat de vorige bewoner laten liggen. Een stuk vensterbank, hoe moet je daar nou mee? Van marmer of zo. Ja, wat moet je ermee? Heel veel hout. Oh ja, en een, een of andere. Ik heb een tijdje hier in huis gehad, was in die sijptijd. Ik had een vrouw ontmoet in de kroeg. Uh, die mensen zijn gek, jongen. Oh, wat een avontuur was dat. En uiteindelijk met een hoop tumult... is dat mensen dan opgezouten. Die heeft een tijdje hier gezeten. ze eindelijk opgezouten. En nu is er een hele grote koffer had ze laten staan met allemaal junk erin. In de, beneden in de, in de box. En ah, die is ook weg. En nog meer. En al oh, die staat Heerlijk. Als ik nu in de box kom, dan denk ik ha! Wat heerlijk opgeruimd. Al die oude troep, flikker de groep. En je kan zeggen, ik heb mijn, mijn frustraties opgeruimd, figuurlijk dan hè, dus in mijn woning uh, van alles gedaan had. En de uh, iedere keer als ik dan iets opruimde, schoonmaakte, zo, dat, dan maakte ik als het dan was het als het ware in mijn herinnering dat ik iets opruimde of iets aan het schoonmaken was. Op al die handelingen van mensen. Die dingen hebben uitgefroten en nou, dat weet ik allemaal nog, dat weet ik nog steeds. Ik ben dat niet vergeten. Maar het is geen deel meer van mijn leven. Het is van toen. En de hoofdpersonen die ik er nog niet op hun gedrag had aangesproken, en dat is dan met name mijn moeder geweest, nou, die heb ik ook gebeld. En toen ik helemaal rustig was, en lekker ontspannen, la la la, mijn moeder heeft even gebeld. Ja, die zijn zo jong, en bel je eindelijk na al die jaren eens een keer. Nou, dan heb ik mijn dingen uitgesproken. Van ja, ik wil nog even dit kwijt, en ik wil dat kwijt, en ik wil zus kwijt. Ik ben niet boos meer, dat heb ik ook letterlijk zo gezegd. Ik ben niet boos meer. Nou, dan kan je uit afleiden dat ik eens dus wel boos was. Ik ben het niet meer, klaar. Nou, mijn moeder accepteerde dat. Ze heeft geen sorry gezegd, dat had ik ook niet verwacht en dat interesseerde me ook niet. Door dus zij zegt geen sorry, het maakt mij niet uit. Maar dat komt allemaal wel een keer goed. Tussen haar en God. We gaan met hem knobbelzet maar verder uit. Dan met mij maar niet. Ja, dat kwam met... Ja, ik ben het hoofd geweest van een gezin. En daar heb ik echt heel, heel veel energie in gestopt. Heel veel tijd en aandacht. Liefde en toewijding en... En die moeder van het kind, die is zo gek als een deur. En die ging vreemd. En die ging elke avond uit, zo'n beetje. En die deed niks in huis. En oh, man. Ja, dat is een zware tijd voor mij, hoor. En daar heb ik wel leren schoonmaken, by the way. En dan snel en zo. Oh, schiet op, schiet op, schiet erop. Ja, ik had een fulltime baan daarnaast. En je wil niet dat je kind opgroeit in een varkenstal. Maar goed, mijn dochter woont nu op kamers in Nijmegen. En naar omstandigheden bah, gaat het redelijk. Ik wil niet zeggen dat het goed gaat, maar redelijk. Daar komen we nog wel uit, hoop ik. En zo niet, dan niet. Dan mijn dochter heeft ook keuzes gemaakt uh, in die jaren. Inmiddels is ze daar, zei ik net, ze is 19. Keuzes waar ik het niet altijd mee eens was. En ik had vrij weinig meer te vertellen vanaf dat ze tien was. Want toen was ik de ontslagen huisvader. En er stonden allemaal nieuwe vaders klaar. En als ik in die dagen iets tegen mijn dochter zei: van nee, dat gaat niet door, dat vind ik niet goed. dan ging ze naar de moeder toe en zei ze: van papa mag het niet. Oh, zegt die moeder, nou dan regel ik het, regel ik het wel met. Uh, hè? dan kwam er een van de exen of zo, of een nieuwe vriend en die regelde het dan wel. Zo kreeg mijn dochter ook zoiets van: ja, waar heb ik jou eigenlijk voor nodig? Je mag doen wat ik vraag en als jij niet doet wat ik vraag, dan doet Joris het wel. Dus waar heb ik jou voor nodig? Niet iets waar ik heel blij mee ben. En dat snap je, denk ik wel. Nou. Het is ook een frustratie. En dat is zo. En dan moet ik mijn dochter nog een keer uitleggen. En dat kan ik haar dan tegen die tijd heel rustig vertellen. Dan oh, zeggen we, nou meid. Kijk, zo staan we ervoor. Want zij heeft natuurlijk ook tegen mij gezegd: van, Ja, papa, toen jij zo aan de sloeg. Toen had ik zoiets van: Nou, dat hoeft voor mij ook niet meer. Dus jij hebt ook gezorgd voor een stuk verwijdering tussen ons tweeën. Met dat en gedrag van jou. Dat respecteer ik. En daarvan neem ik ook de, de mea culpa kaart. dat is mijn schuld. Absoluut. Maar die is nou voorbij. Hè? En uh, ja, ik vind dat als iemand. Het maakt niet uit wat iemand gedaan heeft. Maar als iemand op een dag beslist. Van, nou, wat ik gedaan heb, dat, was, dat verdient geen schoonheidsprijs. En voor zover ik moet even niezen. Voor zover ik daar mensen mee uh, angst aan gejaagd heb, of zo, of uh, een onplezierig gevoel heb uh, bezorgd, nou, dan, uh, dan zegt ze iemand sorry. Ik heb ook sorry gezegd tegen mijn dochter. En dan vind ik dat het klaar is. Iets anders zou het zijn als ik inmiddels weer begonnen was met suipen, en dat is niet het geval. Ik heb het ook, ja, wat moet ik zeggen? Ja, mijn hoofd staat er helemaal niet naar. Ja, roken ook niet. Terwijl, ter, terwijl die middelen volop te krijgen zijn, natuurlijk. Ik woon in het centrum van Arnhem. Het schoot nog even door mijn hoofd heen vandaag. Dacht ik dacht van nou, ik heb mijn eerste dag gewerkt. Ik nou, heb een dag, vier uur gewerkt. Nou, ik heb een half uur langer over gedaan. Maar het was de eerste dag. Dus, ja. Ik wist niet waar alles stond. En toen dacht ik: van ja, nou, dat zou eigenlijk wel een reden zijn om. Want het was lekker weer en zo. Nou, dan haal ik even lekker uh, een paar uh, gulpende, uh, nee, gulpende gladiator. Lekker van die koele jongens, want het was warm weer. Lekker koel. Cool. Zo'n gedachte komt wel even door mijn hoofd, hoor. En dan denk ik: oh, gedachte, leuk. Als die gedachte komt en die waait weer weg. Dat is eigenlijk wel grappig, vind je niet? Net dat ik. Helemaal geen moeite heb met, dat uh, noemen ze terugval of zo heet dat hè? Oh, de ik weer een terugval. Daar heb ik helemaal geen last van. Ik denk dat dat ook komt omdat ik niet alleen gestopt ben met drinken, maar dat ik begonnen ben met iets. En dat begin wat ik gemaakt heb, daar hoort een nuchtere geest bij. Het, is, het wordt mij heel duidelijk dat ik. Nog, uh, met Mijn opa die werd 83. Heel om even reëel te blijven. En die man die rookte dan uh, twee pakjes cabelleren op een dag. Ja, op het laatst ook niet meer. Maar het was een stevige roker. Hij dronk geen alcohol. Ja. Twee borrels per jaar bij verjaardagen of zo. En dan deed hij echt de, de hele verjaardag met één borrel. Ja, die man die dronk niet of nauwelijks, maar die rookte heel veel. En ja, die kreeg uh, iets van een hersenbloeding. En vrij kort daarna was hij dood. Maar een prima dood. Uh, voor, voor zover een dood prima kan zijn. Maar oma vond het heel verschrikkelijk. Die heeft een jaar lang. Ja, die heeft een jaar lang lopen huilen. En niet de hele dag door, maar. Als je haar dan belde... Oh, 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 oh. Dan kon ze zeggen... Dag jongen, hoe gaat het? Oh, oh, oh. En dan moest ze weer halen En dan ging ze de excuses maken. Ja jongen, ik kan er niks aan doen. Maar al die keer als ik dat Maar weer terugdenken dat hij dood is. En dan... Oh, 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 oh. Maar ik vond het wel een mooie dood voor mijn opa. Hij is wel gelukkig de pijp uitgegaan. Hij kan terugkijken op een morele leven. Hij is niet gelovig geweest in zijn leven? Nee, ik dan wel. Maar ik denk niet dat hij in de hel beland is. Ik zou niet weten waarom. Hij is nooit gedoopt. En hij heeft nooit een bijbeltekst dat zijn kop gestampt. Dat was een mooie dood. Ik weet nog dat ik, dat hij, ik was in Wageningen, daar studeerde ik. En ik werd gebeld, ik denk aan mijn oma. En die zei, ja, er is iets met opa. Want, uh, ja, het is net die toeval aanval dingen, zo weet dat, hè? gehad. En die, zijn linkerkant was totaal verlamd en hij was helemaal in elkaar gezakt. En, en hij was op de bank nog, uh, weet je, heeft hij zichzelf erop geholpen? Dat weet ik nog niet meer. Maar hij lag dus op de bank in de woonkamer. Ja, mijn oma, aan het telefoon met mij. Ja, open dit. Ik zei, oké, okay, kom eraan. Onmiddellijk, hè? Onmiddellijk, uh, ja, sleutels gepakt, schoenen aangedaan, jas aangedaan. En in die tijd was het openbaar vervoer uh, heel goed te betalen, ook voor een student. En tegenwoordig heb je gratis met openbaar vervoer. Ja, dat moet ook wel. Dat is zo duur geworden. Ja, nou, onmiddellijk een treinkaartje gekocht en een strippenkaart voor de bus. Die had je ook nodig. Dus twee uur later of zo was ik in amsterdam En mijn opa die lag dus op de bank, nog steeds. Die ziet mij zo binnenkomen en die zei met een heel vrolijke stem... Hé jongen, jij hier? Huh. En die was blij verrast. Nou, oh, zei die, met mij gaat het niet goed. En dat kon hij heel makkelijk accepteren. Dat, dat, dat bedoel ik maar, dat hij makkelijk doodging. Goed doodging. Dus, ja, nu is gebeurd. Ik ben naar het uh, Nicolaas Tulp ziekenhuis gegaan in Amstelveen. Het was ook niet te ver weg, dus mijn oma kon ik makkelijk op bezoek. En daar ben ik ook nog op bezoek geweest. En toen was er een keer dat ik er niet was en toen is hij overleden. Ja, stel nou, stel dat ik net zo oud word als mijn opa, dan heb ik nog 23 jaar. Kijk, en dan gaan de jaren tellen, snap je? Dat ik denk van ja, ik wil die komende 23 jaar, die wil ik. Uh, noem het maar uh, maximaliseren. En dan heb, ik geen, uh, dan heb ik geen positief effect van drank. Dan is drank alleen maar een, een remmer. Een remmende factor. Een afremmende factor. En van drank, uiteindelijk, je, je wordt er alleen maar moe van. Als je een hele eind gaat wandelen, als je bijvoorbeeld van Zandvoort naar Parnassus gaat wandelen. Dat is een mooie wandeling. En dan met Parnassus ga je, Parnassia, hoe ik. dat? En daar ga je drinken en dan moet je dan nog terug wandelen. Wauw, dan heb je looie benen. Dan kan je beter een taxi bellen. En van alcohol wil je moe. Het haalt de fut uit. Uh, daarom is het ook leuk om na een dag hard werken. Uh, en dan uh, ja, dat noemen ze een slaapmutsje. Uh, en dan neem je één of twee Jenever uh, of zo. En uh, dan word je hartstikke moe. En uh, dan, dan val je slaap. Maar ik heb dat niet nodig om in slaap te vallen. Dus. Ik slaap nu prima. En dat wil ik zo houden. Ik voel ook dat het zo moet zijn. Het past nu bij mij. Dus dan drinken we niet meer. En ik heb gebeden om, uh, om kracht. En dan kan je zeggen: ja, dat komt dan door het gebed. En dat de Heilige Geest heeft ingegrepen. En la 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 la. Dat kan je zeggen. En aan de andere kant. Ja, leg dat voor mij ook weer een, een soort extra drempel om dan toch te gaan drinken? Want ja, hoe kan ik nou naar de supermarkt gaan en bier gaan bestellen? Of bier bestellen om bier op de rolbank op de te leggen? Ja, als ik God heb gevraagd van. Uh, hè? Help mij om niet te drinken. Hoe, hoe kan ik dan... Ja, dat zou een beledigend... Dat een, ja, dan ga ik God beledigen. Ja? En God is wel de laatste die ik zou willen beledigen. Zo'n mensen kan je altijd nog een beetje voor de gek houden. Zeggen van, want... ja, ik had een terugval. Zo. Ja, er was iets ge vervelends gebeurd of zo. dat ik even een terugval. Maar dat kan je tegen God niet zeggen. God zou dan in mijn fantasie dan toch uh, naar mij toe denken: van ja, homo. Mij een beetje lopen lastigvallen dat ik je moet helpen van de drank af te blijven. En wat gaat meneer doen? Meneer gaat vrolijk naar de spar en, uh, en legt drie gulpen een gladiator op de, op de rolbank. Uh, wat, wat wil je nou van mij, oetlul? Wil je dat ik ingrijp met uh, goddelijke interventie en dan een bliksemstraal uh, op de spar laat nederdalen? En dat iedereen die in de spar toevallig aanwezig is. Met jouw zondige gedrag, dat die, die iedereen naar nou de kloten gaat. Wat zit je nou te zeiken? Mietje. Ja, dat, dat, dat beeld ik me dan in, hè? hoe God dan dus over mij denkt. En dat wil ik niet. Ik heb God gevraagd: help mij. Dat heb ik serieus gevraagd. Ik had toen ook wel een steuntje nodig. En dat heb ik gekregen. Door, laten we eerlijk zijn. Het is mij uh, heel licht uh, uh, gevallen. Ja. Heel licht. Gewoon oh, niet meer drinken. En in de supermarkt waar die uh, gulpende gladiator staan, ja, daar kom ik nog steeds. En bij die Albert Heijn, waar ik dan ook kwam, want dan ging ik s morgens daar ging ik naar de spar. En daar waren ze dan 1,25 euro. Dat is relatief duur of zo. Hè? En dan haalde ik er geen zes, want dan dacht ik, van, ja, dat staat, zo be beloofd, dat staat zo bezopen, weet je En dan ging ik om een uurtje of zes, half zeven, ging ik naar de Albert Heijn, dus iets verder lopen. En daar waren ze 99 cent. Nou, ik kom nog steeds bij die beide supermarkten. Ik kom meer bij de Albert Heijn, moet ik zeggen, want die is iets goedkoper dan de Spar. Dat scheelt toch eurootjes. Ik ben heel zuinig aan het leven. Want wat ik heb een doel voor ogen nu. Hè? Mijn, mijn doel is om 20 uur in de week te werken. Met 80 uur in de maand, daar komt het om neer. Nou, en dan moet ik toeslagen aanvragen bij de gemeente nog. Bij de overheid. Dus dan krijg je subsidie, hè? Uh, huursubsidie en. is het? Ziektekostenverzekeringssubsidie. Nou, en dan kan ik aardig leven. Moet ik zeggen. Ik heb het helemaal uitgerekend. Dus dat wordt mijn streven, 80 uur in de week scoren. Dat zou te doen moeten zijn. En vandaag was dus mijn eerste dag. Nou, in één woord: hè? geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Ik had van tevoren een beeld. Nou, het zal wel ongeveer zo zijn. En het was veel knusser. Het was echt het was een hartstikke knus. Dat was het. Het leuk. En er werd dan tegen mij gezegd: van ja, als je dit werk doet, in principe als jij dan bezig bent, ja, dan is iedereen weg. Omdat ze, nou, dat jij alle ruimte hebt om schoon te maken. Dus ik word ingeroosterd juist als iedereen weg is. De bewoners en zo. En dat vond ik heerlijk. Dan kan ik lekker rommelen. Ja? En er zijn dan nog steeds mensen van andere, andere ondersteunende diensten, dus daar waren twee jokers en die waren een brandoefening aan het doen. Ik was aan het rommelen. En in een knal, knal, knal gingen allemaal deuren gingen dicht. En ik dacht dus van nou, dat is de tocht, hè? Het was, het was heerlijk weer vandaag. Overal stonden ramen en deuren open. Ik denk, oh, weet ik veel. Er een van de hoge luchtdrukwervel of zo. De tocht. Nou, dat was de tocht helemaal niet. Dat waren die jokers van het onderhoudsbedrijf. En die deden even een oefening. Ja, dan moeten we moeten wel kijken of het allemaal werkt. Ah, wat leuk. Ik heb die jongens verder niet gesproken hoor. Alleen maar, die hebben alleen maar verteld dat ze even aan de boel aan het testen waren. En, en die waren met z'n tweeën. En, en ja, die stonden dan. Toen ze weggingen. Toen die typische auto's. Die een had een zwarte en die andere had zo'n zo grijze. En een, ah, wat mooie uitvoeringen. Ik zag het wel voor me. ja, Die hebben van die gezinnen. En die hebben een papa, die heeft een auto van de zaak. Ja, die werkte dus bij zo'n brandbeveiligingsbedrijf. Maar in het weekend um, uh, die hebben de, um, die vrouwen die zeggen: Ja, gaan we daar nou wat leuks doen? <laughs> en die jonge gozen, zo'n jaar of 25, 25 of zo. Uh, en die hadden het dan, er waren aan het lunchje er ook. En ik liet dus voorbij met mijn emmer en, en mijn vuilniszakken. zakken. <laughs> En dan hang je zo die gesprekken op. En waar ze collega's hadden bespreken. Ook wel geinig. En toen ik binnenkwam... Oh ja, toen ik stond te bellen. Hoorde ik dus uh, rare geluiden. Dan denk je van, zijn ze aan het verbouwen of zo? Dat er uh, iemand met een slijptol bezig is, hè? Of een cirkelzaag. Een... Zo, zo echt... Zijn er voor geluiden, man? Nou, dat waren de bewoners. Auw. Oh. Ik viel gelijk met mijn neus in de boot, hè, Want ik, in zo'n halletje kon je binnen. En dan heb je naar links. En dan is dan de woonkamer straatzijde. Ik weet nu dat het zo heet, hè. Woonkamer straatzijde. En daar zaten dus ze, mannetje of vier, ja... In van die enorme luxe rolstoelen. Met elektromotoren erin. En uh, touch-type dingen. Uh, tip toets, bediening en zo. Dus, uh, nou, oeh. Dus is die mensen gegund hoor. Ik ben echt niet jaloers op dat je zo'n rolstoel hebt. Dat uh. was ook mijn eerste klus. Dat die vrouw zei. Sabra. Ik moet al die namen goed uit mijn hoofd liggen. En nog meer, oh, want uh, vrijdag sta ik dus weer op de, op de rol. En dan moet ik daar vlakbij in de buurt zijn. Dat is wel handig. Er zitten allemaal van die, van dat soort uh, ja, huizen of zo moet je dat noemen. En die zitten dus in een groepje. Ja? Ik ben nu bij uh, huis nummer 12 geweest. En huis nummer 14, die heb ik ook nog, denk ik. Huis nummer 10. Ja. En die vrouw, ik maar, oh, ben jij een invaller? Ik zei, nee, ik heb een, uh, een jaarcontract. contract <laughs> Ja, tot en met 2000, uh, wat is het? Ik weet niet eens meer precies. Maar, uh, ik, uh, tot 2020 dus, 2020, nou ergens, uh, ja, zit het nou in juli aan? Ja, dus, uh, juni, huppeltje, pup, 2020. Oh, oh. Uh, Sabra, die, uh, die zei gelijk: van, Oh ja, nou, uh, dat is een beetje pinnig type, hoor. Nou, dan kan je gelijk beginnen aan: uh, Jij mag Hans gaan rijden. Uh, er en dan zat ze aan die ene. Die zei, ja, ik weet, ja, ik weet toch niet wie Hans is. Ja, zei ze: Dat, dat, is, uh, dat, dat is Hans. Zo. Ja, en uh, en zij erachter zo van: Ja, en dan moet je op de knopje drukken, want ik ga die rolstoel vanzelf rijden. Dan hoef je niet te duwen. En dan worden dus die mensen, die worden s'morgens wakker gemaakt, want door professionals. Dat moet echt hoor, die mensen kunnen helemaal niks. Die kunnen niet praten. Dat gekrijs, wat dus klonk op afstand van: uh, nou is iemand met een slijptol bezig. Uh, ja. Toen ik eentje binnen was, ja, leek het meer op het gekrijs van wat je hoort in de dierentuin, bij de papegaaien. Of bij de apen of zo. Het is gewoon, ja, ja. Ja, het is gewoon gekrijs. Dat soort uh, klanken. En nou, dan best harde. En mensen die ledematen, echt totale verwrongen. En, en die bedden, die ik dus heb verschoond. Niet allemaal heb ik het gedaan, maar een aantal heb ik verschoond. Ja, er zitten allemaal aanpassingen in die matrassen. En uh, sommige bedden zitten deuren voor. En aan, aan de binnenkant is het allemaal, uh, ja, hoe noemen we het? Uh, je, ja, met, met, met kussens, met, met, niet met leer, maar we dat padded. Gewatteerd of zo aan de binnenkant. En dan makkelijk schoon te maken, materiaal eroverheen. Dus het, ken ik om, om onverwachte bewegingen of zo die ze s'nachts kunnen maken. Dat er niks misgaat. En die mensen gaan dus echt achter gesloten deuren slapen. Niet allemaal hoor, maar een aantal daarvan. Er zitten van die deuren... Een, een, en die kan je dus alleen van buitenaf openen. En dat moet dan kennen. Dat zullen ze niet voor de lol doen. En zo had ik dus gelijk mijn eerste klusje. Ik, was, ik, had, mijn, ik had mijn jas er niet eens uit. En mijn pet nog op de kop. Dan zat ik gelijk achter de rolstoel van Hans. En. Ik was wel even van, ja, en hoe moet het? Ja, dat moet je toch even, dat, dat kan niet gelijk. Ja, het is niet heel moeilijk, maar ik voelde me wel verantwoordelijk. Hè? Want je drukt op dus een knopje en het ding gaat rijden. Ja, dat, en die man die erin zat, die was een hele grote. Dat, dat, dat is een, uh, ja, <tus> je moet wel oppassen dat je niet het meubilair aan ver rijdt of zo. maar nou, ik ben verantwoordelijk, toch? Ja, nou, naar buiten. En dat moest naar het, uh, later werd dat mij genoemd, dat was het AC. <laughs> dat was al best. Ja, het AC-dinges. Uh, Om er verder geen namen te noemen. Wat, uh... Trouwens, ik heb daar niks gezien wat die mensen zou kunnen. Ja, het is echt alleen maar een positieve dingen hoor. En dat je mensen hebt die dermate verwrongen ter wereld zijn gekomen. Ja, dat mag iedereen weten. Ja, toch? Dit is namelijk zo. En voor die mensen wordt dus heel goed gezorgd. Meer kan ik. Ja, dat is gewoon mijn indruk na de eerste kennismaking. Met heel veel aandacht en beleid en zo. Ze stoppen er ook medicatietoestanden in. Ja, dus sommige dingen worden dan af en toe te gek. En dan, ja, dan, moet, dan moeten ze onder de pillen. Of, of hoe ze het ook maar doen. En daar heb ik geen orde over. Dat, dat is mijn vak niet en uh, het zal wel moeten. Ja, pillen en zo. Ja, Ik ben geen voorstander van pillenslikken. Maar, maar ik kan me voorstellen, die mensen, dat dat. Ja, nee, ik zou wel heel erg hoovaardig zijn. Als ik zou zeggen. Nou, zeg. Dan zou ik daar een medicijnkast hè, met, met een wagentje met wielen eronder. En allemaal pillen of zo. Dat uh, zit allemaal afgesloten grendel. Een pillenkar hoor. Dat is niet, uh, niet een klein kastje met wat potjes. Nee, ben je ja, Dat is Een hele stapel dingen. Ik heb het gezien. Nou, dat heb ik dus Hans uh, naar de AC gebracht. Daar later hoorde ik het. In in het was al bijna middag. Toen kwam Ruud. Ik kwam even langs. En iedereen die, dan, die ik dus niet kende, daar stapte ik erop af en stelde ik me even voor met mijn voornaam. Een goede dag, dit is mijn eerste dag. En, uh, ik heet Perry. Nou, Ruud de hand gegeven. En Ruud ging mij uitleggen dat uh, hij zei, ja ik, ik kom hier dan, uh, eens in de week kom ik dan een paar uurtjes, meestal op maandag. En dan kom ik de was ophalen, de schone was ging het dan. Want ik ben van het AC. Dat is het activiteitencentrum. Ik zei, oh, daar ben ik vanmorgen geweest. Dus ik moest Hans dan naar het activiteitencentrum. Samen met Sabra. Die is Sabra had ook iemand. Nou, dat ging prima. Behalve dat ik bij het activiteitencentrum, daar is een drempel. En ja, Hans is niet licht. Dus... Dat was toch even voor mij uh, de spierballen eronder. Om, uh... ja, want je kan niet tegen iemand zeggen. Uh, ik heb. Boy. In het streetcafé. Uh, uh, die is spastisch geboren. Maar die is voor de rest helemaal bij de pinken. En. Uh, tegen Boy kan ik zeggen. Hé, hey Boy. Nou, boy doet het uit zijn eigen als hij nuchter is. Of niet te dronken is, maar hij, uh, uh, En dan zit hij samen met mij te suipen. En vriendje Robin er ook bij. En. En Robin heeft tegen mij gezegd, van, ja, die homo van een boy, die zit dan lekker achterover in zijn rolstoel. En als je dan hem, dat stoepje, zo'n dat klein drempeltje zit er in uh, een schietcafé. Dan, zei hij, dan heb je het hele gewicht van boy. Uh, yeah. Je moet altijd tegen boy zeggen, hey, even voorover buigen. Yeah. Want boy kan zelf zijn voorwielen erop doen. En dan moet boy voorover buigen. En dan doe je even aan de achterkant, whip, en dan zit hij er zo op. Ja, Hans, die. die ja. Nee, daar kan je niet tegen praten. Dus toen moest ik even tillen. Oeh. Maar dat ging verder prima. En die man daar, dat was misschien Ruud ook wel. Maar er was er iemand en die was allemaal heel blij. Van, oh, dan gaan we vandaag leuke dingen doen met die mensen. Dus die uh, rolstoel van hem dan ergens geparkeerd, met hem erin natuurlijk. En toen teruggewandeld. En toen begon mijn dag. Een sameraad mij verteld van ja, dit is jouw werkruimte. Nou, heel overzichtelijk: mooie grote kast, er dus zijn allemaal schoonmaakmiddelen in, en een verrijdbare kar. Met een heel handig allemaal handige dingetjes erin, tof. En nog een andere kar, en daar kan dan de kleding in van de mensen die moet ik gaan gebruiken. Want nou, ik was een beetje aan het hannen zien. Ik, was, ik ben ook verantwoordelijk voor de wals. En iemand had dus de wasmachines aangedaan. Die staan er ook in. En een goede wasmachines. Een droger van Miele. En een wasmachine van Miele. En dan nog een wasmachine. En dan kan je. Dat was een ander Duits merk. En die kan dus desinfecteren en zo. Ja. Dat zijn uh, professionele wasmachines. Maar die stonden te draaien. En dan die kleren, er zat allemaal kleren in. En die kleren, er zitten uh, kleren, dingetjes in van die, uh, hoe moet ik het nou noemen, etiketjes of zo. En daar staan de namen op van de mensen waarvan die, waarvan die kleren zijn. Maar was ik daar, daar, ben ik, daar, daar heb ik echt wat, heel wat minuten verloren. Als <laughs> je dat God, wat zat ik daarmee te halen? Dat, dat ga ik volgende keer slimmer aanpakken. Dat was echt wanhopig. Maar ik heb dus ook een kar, daar denk ik dus nu aan. En daar zitten heel handig van die planken in. En op die planken heeft een hele andere slimmerik er stickertjes op gedaan. En daar staan de namen van die mensen op. En dan is het, is het wel zo dat in die kledingetiketten. daar staat alleen maar de. Nou de, zeg maar de dus op, op die kast staat dan Perry. En uh, als ik daar zou wonen, hè, dan staat er een Perry. Dit is de plank van Perry. Dat is een vrijbaar kastje. En dan uh, op mijn kledingstickertjes, daar staat dan P. Winkel. En dan moet je eens weten dat die P is niet van Piet of Paal, maar is van Perry. Nou, ik weet nog die namen wel eens een beetje. En daar zat ik mee te hanen en dat zonde meer. Dat was eigenlijk het enige ding wat mij tegenviel. En een andere misser was dat ik. Het was een of andere stofzuiger een automatische stofzuiger, zo'n handig dingetje. Zo'n zo rond ding, ken je dat? Met zo'n computertje erin en ik vroeg aan Maike van stond op mijn lijst hier dat dat ding losgelaten moest worden. In de gang. Ik zeg ja, uh, punt één, in welke gang? Oh, zei ze, die gang waar je binnenkomt. Oh, Oké. Okay. Ik zei: Weet jij hoe dat ding aandoet? Nee, zei ze, daar heb ik geen flauw idee van. Ik zei: Nou ja, goed. Ja, ik en computers, ik zou moeten weten hoe ik hem aankrijg. Dat had ik snel van elkaar. Nog even gekeken hoe dat ding dat deed. Nou ja, prima software hoor. Dus, uh, ja, dat is goed geprogrammeerd. Dus zo'n ding gaat dus echt van alles proberen. En die bot zichzelf helemaal schompus. En dan uiteindelijk uh, heeft hij dus dat apparaatje een totale kaart. Waar die overal, want daar, overal waar die gebotst is, dat, daar gaat hij dus. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Het die... moet hartstikke leuk te programmeren zijn. Dat is een leuke opdracht. Maar dan heeft zo'n ding uh, zo'n kaartje opgebouwd. van de ruimte waarin die loopt te botsen. En dan gaat hij netjes naar het midden van de ruimte toe. en daar zet hij zichzelf uit. Geweldig. Ja, dat, en, uh, dat ding had ik s morgens uh, had ik gelijk aan moeten zetten en nou, dan klaar. Ik zat er dus een beetje mee te hannesen. En ik had wat dingen opzij gezet, zodat hij overal alles bij zou kunnen. En een aantal van die dingen heb ik niet teruggezet, bedenk ik nu. Weet je, dat, dat soort dingetjes. En ik heb wat vuilniszakken in de kliko gedaan. En de kliko heb ik niet geleegd in de grote container aan de voorkant. Dat, dat was ik ook vergeten. Maar zak volgende keer niet meer vergeten. Ik hoop dat ik volgende keer weer een dinsdagdienst daar krijg. Want nu weet ik wat ik precies moet doen op dinsdag. Is er is een heel schema gemaakt. Dat is leuk. Dat is goed voorbereid. En heerlijk werk voor mij hoor. Echt zalig. En ik kon ook lekker denken aan mijn software. Aan, uh, aan wat ik dan zal gaan programmeren. Ik ook zo lekker zo, die programma's, schemaatjes van, van mijn eigen privéproject, laat ik door mijn hoofd heen sijpelen. Terwijl ik daar bezig ben om uh, ja, de was te doen. Ik had het beddengoed afgenomen, en dat beddengoed, dus netjes door die wasmachines heen gehaald. En... en dan binnen mijn dienst, ja, die wasmachines zijn best, die, die, die stampen er behoorlijk doorheen hoor. Dat duurt echt niet lang. dus dat, is, dat ga ik de volgende keer ook slimmer doen. Dat ik gelijk al, uh, dan ga ik altijd beddengoed uh, eraf halen. En dan gelijk die kamers doen. Beddengoed eraf, wasmachine aan. Gelijk die kamers doen. En dan is dat helemaal klaar. En dan die, uh, die badruimtes uh, schoonmaken. Oh, dat vond ik trouwens ook wel tof. Dat... Ik was in zo'n badruimte-dingels en daar is ook een toilet. En er zitten dan van die beugels langs. Hè? Waar die mensen zich een beet kunnen pakken en zo. En, en een van die beugels, daar zat uh, bruine meuk. <laughs> maar nou niet meer. Want het was daar, moet ik zeggen, erg proper. Ik heb gedwijld, de keuken heb ik gedwijld. Uh, nou, ik moet zeggen dat de, de inloopmat bij de deur, die heb ik uitgeklopt. En dat hadden mensen niet gedaan. Echt niet, heel lang niet. Ik stond me daar een partijje te kloppen, joh. Ik denk, ja, ik ben wel de eerste volgens mij in een hele lange tijd die een mat even uitklopt tegen de muren. Zo kan de rotzooi En onder die mat lag ik allemaal troep en heb ik allemaal eruit gehaald. En ik was ook ergens in die keuken, dat ik wat dingen opzij haalde. Uh, toen zag ik ook wel stofnesjes erachter. Uh, ik heb het wel heel duchtig aangepakt en die stofnesjes weggehaald en goed gefriemeld achter. Het een en het ander. Nee, ik ben wel tevreden over wat ik allemaal gedaan heb. Nou ja, Sabra, die heb ik later nog wat gevraagd. Dat pinnige En er is ook een vrouw aanwezig. Maike heet zo, een heel lief iemand. Oh ja, en waar het op neerkomt. Is dat Iedereen gaat dus morgens naar het AC, naar het activiteitencentrum. En dan is dus die. Dat gebouw is leeg. Uh, op één persoon na. En daar kunnen ze echt helemaal niks mee. De rest kan nog activiteiten doen, maar uh, die persoon niet. Het gaat niet. En die houdt zij dan in de gaten. Samen met nog wat, ik weet niet wat ze verder doet. Maar die persoon, ja, daar wordt goed voor gezorgd. Die zat de hele ochtend zat die op een waterbed. En stootte hij allemaal kreten uit. En... Ja, je zou bijna denken, die, ja, die, die entiteit die heeft heel veel. Ja, die voelt het leed van de wereld uh, op zijn schouders of zo. En dan was je. Ik denk van, nou, maar zo erg is het niet hoor. Ik ben de schoonmaker maar. We <laughs> die Hans ook, hè. toen was ik weer uh, achter Sabra aan. en Die had dus ook zo'n rolstoelbewoner, uh, uh, en was dan was uh, met een knopje, met de tiptoetsen. Met de Tiptronic. En Hans begon ook zo'n. Uh, waarop ik tegen Hans zei: Ja, Hans, het is mijn eerste keer hoor. <laughs> Een beetje medelijden hebben met mij. Yeah. Ja, het was leuk. Hartstikke leuk. Ik voelde me er thuis, dat ik het zo Ik denk Ja, hier kan ik het wel mee doen. Lekker zo mijn eigen domeintje. Ja. Mijn wasmachines, mijn wasdroger. Mijn te doen lijstje. En dan werk je dat netjes af... Uh, je hoeft er echt niet te rennen en te vliegen. Dat is echt niet nodig. En als je, je moet er even om denken uh, dat je de dingen in de juiste volgorde doet. En dus dan hoef je niet het heen en weer te lopen. En dat deed ik dus wel. En, ja, nu weet ik het beter. Dus ja. Er was ook iets met de, de natte ruimte schoonmaken met de schropmachine. En die andere die de hele dag daar was om voor die ene persoon die in de gaten te houden en nog wat andere dingetjes te doen, stapte ik op haar af. Van ja, weet jij hoe dat ding aan moet en zo? Ik zei: Nee, joh. Nou, ze Anders doe je dat niet. En toen keek ik beter op mijn to-do list. En toen bleek dat ik dat alleen uh, hoef te doen als ik daar op woensdag ben. Ik had het verkeerde. Uh, die to-do list dat is, hebben ze handig gemaakt. En zitten al die. Blaadjes, netjes geplastificeerd zo die zitten er domme... nou niet domme heen, maar je hebt dus, ik zat het verkeerde blad te kijken, ja Dus ik zei dan nou tegen Maaike van, nou? vals alarm. Zij lachen. Nee, vriendelijke mensen daar En Ruud, die nog even dus langskwam uh, van, en nog even met mij een praatje stond te maken. Mensen hebben de tijd, dat vind ik ook wel prettig. Hè? Ja, wat, wat moet je daar verder doen? Dus, uh, die, die mensen die verzorgd moeten worden, die zijn heel ernstig lichamelijk en dus ook geestelijk uh, gehandicapt. Ledenmaten verwrongen, ja, er staat geen oog recht. Uh... Oh, 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 oh. En dat is hun taak om die mensen. Ja, een, een menswaardig leven te geven. En de vraag is of die. personen. die er dus zo verschrikkelijk. ter wereld zijn gekomen. of die het in de gaten hebben. of die het waarderen. Ja, ik denk dat dat te veel gevraagd is. Aan de andere kant. je moet het doen. Je, je kan het niet maken als samenleving. om. Mensen die zo ernstig niet voor zichzelf kunnen zorgen om die aan hun lot over te laten, dat, dat kan je niet maken. Dus ik vind het nobel werk wat ze doen. En de waardering kan niet komen van die mensen waarvoor ze het doen, maar die waardering kan wel komen van mij. Bijvoorbeeld van mij. Gewoon in mijn observatie van wat ze doen. Dat was ook een jong meisje. En, uh... Oh, dat was bij het activiteitencentrum. En hoe zij nou heten, dat, dat weet ik dus niet meer, want ze zeiden gelijk achteraan: uh, Ja, dit is mijn laatste dag. Want ik zei: Dit is mijn eerste dag. Toen zei ze: Oh, nou, dit is mijn laatste dag. Haar stage was voorbij. Oh, zei, dan hoef ik jouw naam niet te onthouden. Hè? En zij zo, nou, maar over een jaar, dan was ze dan klaar met de studie. Dan zei ze zei, nou, dan, dan denk ik dat ik hier kom werken hoor. Ik zou zeggen, maar over een jaar gaan we opnieuw kennis maken. Ja. Dat was een leuk begin, maar het was ook hartstikke lekker weer. Ja, dat scheelt natuurlijk ook, hè. Lekker de deuren open. Ja. Het wordt in de herfst wel anders, natuurlijk. Oh ja, met het verkeer was een drama. Want ik had gepland om een fiets te hebben. Maar de fietsen, mijn fietsendealer, Kees, van O'Cation. Die verkoopt dus tweedehands fietsen. Kees van O'Cation. Ja, die zak hooi, die is op vakantie. Wat heb je nou als een fietsenmaker? Die in de zomer een beetje op vakantie gaat, denkt je homo wel niet. <laughs> ja, die is even op vakantie ja. twee weken. Dus ik moest met de Clio, anders was ik met de fiets gegaan. Het is prima te fietsen voor mij namelijk. Het is even de brug over, dan moet je even op de pedalen staan. Maar... Ik vraag Kees wel om een fiets met versnelling hoor. Dan moet het maar wat extra's kosten. Nee, heerlijke dag. Heerlijk. Wel, ja, je krijgt er energie van, hè? Ik was wel bek af toen ik thuis kwam, moet ik zeggen. Ah, Pien in de voeten. Oh. Dat is Gronings, hè? Dat betekent pijn in de voeten. Ja, ben je het gek? Ja, ik breng mijn dagen door uh, met uh, ja, oude hoeren in de microfoon... om beschouwingen en nieuwsuitzendingen te maken. En daarvoor heb ik uh, bijna drie jaar lang uh, hele belangrijke dingen gedaan... En dat heette alcohol drinken en wie roken En Netflix in de gaten houden. En kortom, lopen op mijn voeten staan. Dus heen en weer naar de supermarkt had je het gehad. Maar nu dus, uh, ja, het is voor mij een half uur lopen naar Wim. En Wim woont bij Martin om de hoek. Martin van de Clio. En Wim, Wim Kruidentuin. Het is een half uur lopen. Daar begint het mee. En dan naar Zuid rijden... Nou, zit je in de auto natuurlijk. Ja, en dan 4,5 uur op je benen staan. Hè? Op de voeten. En toen terug, en die terugreis was een drama. Maar dat komt omdat ze onderhoud zitten te doen aan de ringweg. Dus al het verkeer wat normaal gesproken over de ringweg gaat, dat werd nu door het centrum geleid. Oh. Dus een uur met de auto terug. Meer dan een uur. Een uur en een kwartier of zo. En dan nog een half uur lopen terug. Wauw. Ja, ik was wel trots op mezelf. Ik heb mezelf getrakteerd op een haring met uitjes. En toen ik vlak bij huis was, heb ik een Azi gekocht bij de HEMA. Van een euro, dat was warm. man. Asie opgeslikkerd. Had ik nog steeds zin. Dan ben ik bij de, de Kentucky Fried Chicken, heet ze niet. Ook niet bij de McDonald's, want daar zat een hele rij. Heb je er nog één? Of je hele beroemde burger, is dat de Burger King of zo? Ja, ik denk het Burger King. Ja, King. En daar heb ik een milkshake banaan gehaald. Ah, dat was hier lekker. Ja, al met al vanmorgen om half negen vertrokken. Nou, tot twee uur gewerkt. Uh, en om kwart over drie was ik dan weer terug bij waar Wim woont. Helemaal boven op de Bult. Nou, en dan een half uur lopen hier naartoe. Dus dat was het kwart voor vier. En dan nog eventjes uh, Ashley eten en een milkshake kopen. Dus, uh, kwart over vier of zo was ik pas thuis. En toen was ik moe. Echt moe. En nou is het een uh, uurtje of zeven. Moe. Ik ga ze dadelijk even lekker programmeren. En morgen ben ik niet ingeroosterd. En overmorgen ook niet. En vrijdag weer wel. En dan moet ik daar vlak in de buurt zijn. En dan weer hetzelfde. En dan moet ik lekker vroeg zijn. Dat vind ik wel fijn. Maar ja, dan wordt die terugreis wat ook weer zo'n drama. Ik vraag me af hoe ik dat dan ga doen. Hè? Ik denk dat ik anders. Ja, ik ga even kijken op de kaart. Ik ga niet meer uh, dezelfde route rijden. Denk ik. Dan maar een stukje omrijden. Nou, 19 juli. Dus over twee weken of zo. Dan, uh, dan is die. Uh, die fietsendealer weer terug. Kan ik hem vragen of hij een leuke vakantie heeft gehad? Aardige vent is dat hoor. Uh. Dat hij van mij even een echte dienstfiets. Dat ik met, haar nog een, met, hem, met hem nog een pittig gesprek ga hebben over het begrip lekkerband. En dat we daar niet van gediend zijn. Want ik ben nu verantwoordelijk voor de huishoudelijke bezigheden en ondersteunend werk voor de gehandicaptenzorg. Dus ik heb echt een, ja zo voelt dat, een belangrijke en verantwoordelijke baan. Ook al is het maar schoonmaken. Er werd me daar ook nog gezegd van nou, uh, er is echt een gebrek aan uh, mensen die dit willen doen. Ik denk mooi zo, dan val ik dus in een gat in de markt, kijk dat moet ik hebben. Dat moeten we hebben. En lekker die twintig uur in de week draaien. En de rest van de tijd heeft papa vrij. En, uh, en dan kan ik goed geconcentreerd programmeren. Geweldig. Mijn dochter kan trots zijn op mij. En uh, vanuit een hele happy Arnhem, zonnig Arnhem, zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.